Ik ben Isa Niemeyer-Brown. Ik ben de bakker bij Gebroeders Niemeyer en de oprichter van de zaak. Ik ben heel lang geleden begonnen met bakken toen ik een heel klein kindje was. Ik vond bakken heel erg leuk. Ik probeerde altijd van alles thuis. Later ben ik er veel meer over gaan lezen, over gaan leren. En ik heb tegelijkertijd geprobeerd vast te houden aan de creativiteit van het zelf bakken, het zelf bedenken. In de bakkerij gebruiken we een aantal recepten. En tegelijkertijd improviseerden we ook op heel veel momenten net een klein beetje. Wat ik nu wil doen is een recept wat eigenlijk heel eenvoudig is. Wat ik heel vaak thuis maakte voordat ik de bakkerij opende. Dit is een recept wat in het nieuwe boek wat ik gemaakt heb staat. Een boek over brood. Het is een heel goed basisrecept omdat het heel eenvoudig is. Je hoeft er nog niet voor te kunnen vormen. Het lijkt een beetje op een panbrood. Je hebt er heel weinig stappen voor nodig. Het is een recept van een brood dat heet de baguette à l'ancien. Baguette à l'ancien betekent eigenlijk helemaal niks. Een baguette zoals vroeger. Nou, vroeger werd er op een hele andere manier gewerkt dan in dit recept. Het is heel rustiek. Het is een brood wat je niet vormt. Het heeft een heel wild karakter. Het heeft een hele mooie open structuur ook. En het wordt eigenlijk heel weinig bewerkt. En het is eigenlijk een variant die half Amerikaans is, half Frans. Dus een Fransman vroeger in de bakkerij maakte dit nooit. In onze bakkerij maken we een baguette dat heet de baguette tradition. En dat is ook een variant die eigenlijk iets later ontstaan is. Als een tegenhanger van de baguette blanche die overal ter wereld gemaakt werd sinds de jaren 60. De baguette tradition probeert het baguette meer te maken zonder de machines. Zonder de deegmachines, meer met de hand vormen, niet te veel kneden. En de baguette à l'ancien gaat eigenlijk nog een stapje verder. Het brood wordt helemaal niet meer gevormd. Het enige wat we straks doen is we maken een deeg, we mengen water en meel. We laten het water en meel een tijdje staan. We beginnen de gluten in zich in het deeg al te vormen. Het meel neemt al wat water op. Om de deeg te maken is heel erg eenvoudig. Je begint met water afwegen. En ik maak nu, omdat we het in de bakkerij doen, een ietsje groter deegje dan ik thuis zou doen. Ongeveer 1600 gram water. Ik weeg het meel op het water. 2 kilo. En thuis zou ik het maken met misschien 500 gram meel. En wij gebruiken meel uit Frankrijk. Dat echt gemaakt is voor baguettes en voor de Franse manier van werken. Maar je kunt in principe de deeg met elk soort meel gebruiken, ook van de supermarkt. Het maakt niet uit welk merk. Je zult merken dat de smaak toch veel beter bewaard blijft. Waar wij voor kiezen is baguettemeel. Dat is meel waarvan de gluten wat makkelijker kunnen oprekken, waardoor het wat makkelijker lengte kan krijgen. Het voordeel daarvan is, er worden geen toevoegingen ingedaan die in Nederland gebruikelijk zijn. En het heeft precies de goede eigenschappen voor een lange reis, voor weinig bewerking. De gluten zijn niet overdreven sterk, je hoeft het niet heel erg door te kneden. Dus een Frans baguettemeel is ideaal. Ook ideaal is niet helemaal spierwitmeel, maar net een klein beetje vezel in zit en net wat meer van de kiem. In Frankrijk werken we met type nummers, een witmeel is dan type 55. En wij gebruiken type 65 voor al ons witbrood. Waardoor je toch wat meer van de kiem en de vezel mee hebt. En wat meer vitamine en mineralen ook in je deeg hebt en wat meer smaak. Alles wat ik nu ga doen is het meel en water mengen. Ik stop er nog geen zout of gist bij. Dit deeg is eigenlijk net een beetje een tussenmaat. Het is te klein voor onze deegmachines. Het is te groot voor een handmixer. Dus ik doe het met een spatel en strakjes met mijn handen. Thuis, als je een kleine hoeveelheid maakt, gaat het het beste met een handmixertje. En gewoon in een Tupperware bakje in plaats van een grote kom. En eigenlijk alles wat we willen is dat er geen klontjes meer zijn en het bloem allemaal gehydrateerd is. Dat het water heeft opgenomen. En zodra dat gebeurt, worden de enzymen in het meel actief, waardoor de glutenontwikkeling ook op gang komt. En er gebeurt nog iets anders wat heel belangrijk is voor dit recept. De amylase in het meel is ook een enzym wat actief wordt zodra je er water bij stopt. Die gaat vetmeel afbreken en suikers vormen. Die suikers die geven later een hele mooie korst. Een hele volle smaak, een beetje lichtzoetig, een beetje nootachtig. De nootachtige smaak die ontstaat eigenlijk tijdens het bakken. Omdat op de korst een reactie plaatsvindt tussen eiwitten in het deeg en suikers, de Maillard-reactie. En die geeft het brood een hele eigen smaak, een hele volle nootachtige, subtiele smaak ook. Dus de eerste stap, alleen watermeel. Dus het hoeft nog helemaal niet echt gekneed te worden, het moet gewoon goed gemengd. En met een handmixertje kost het ongeveer 1 minuut. En zo met de hand duurt het ietsje langer. En bij een handmixer gebruik je de deeghaken en gewoon de langzame snelheid. Want je wil het niet echt kneden, je wil alleen mengen. Nou, nu begint het klonterig te worden.
En om die klonten er een beetje uit te kneden, ga ik het met mijn hand doen. Om iets vast te plakken, maak ik mijn hand een beetje nat. Bijna goed. Even met twee handen. Een beetje indrukken zodat er geen klontjes meer in zitten. Ik zet dit papje nu weg. Ik doe er een zak omheen, zodat het niet kan uitdrogen. Als je een tupperware bakje hebt, kun je gewoon de deksel erop doen. Je kunt er een vochtige theedoek overheen leggen. Dat maakt allemaal niet uit, zolang het deeg maar niet raakt. Nu wachten we ongeveer een half uurtje, drie kwartier. Tweede stap, zout en gist erbij mengen. En dat is eigenlijk het enige wat precies hoeft af te wegen. De zout voor 2 kilo meel gebruik ik 40 gram. En dat wil ik echt op de gram nauwkeurig. Het gist, 4 gram is genoeg voor 2 kilo meel. Dat hoeft maar heel weinig te zijn. Over gist, hier is altijd het idee, je moet ambachtelijk gist gebruiken. Een ambachtelijk gist, dat zijn die blokken gist die je bij de bakker soms kan kopen. Dat is eigenlijk een fabeltje. Inmiddels is het zo dat de instantgist die gemaakt wordt, op een veel zuiverder manier geproduceerd kan worden. Dus de instantgist heeft minder hulpstoffen nodig dan je voor wat mensen bakkersgist noemen, die grote brokken gist, nodig hebt om het goed te houden. Dus wij gebruiken in onze bakkerij altijd instantgist. Je hebt er maar heel weinig van nodig en het geeft geen bijsmaak, geen bijproducten in je deeg. Dus het is totaal anders dan je zou denken. En 4 gram. Heel weinig gist, waardoor er eigenlijk bijna niks gebeurt. En we gebruiken heel koud water en dan zetten we het deeg meteen in de koelkast. Dus het gaat nog helemaal niet rijzen. Dan pakken we het deeg. En dat ziet er nog steeds uit als een pakje, maar het is wel ietsje steviger, ietsje minder plakkerig geworden. Maar dat zie je nog niet. Op het oog zie je dat nog niet, je kunt het al wel een beetje voelen. Ik kneed eerst het zout er doorheen. Het zout dat we gebruiken is een Frans zout uit Guérande. En het is ongeraffineerd zeezout. Je kunt in principe ook hiervoor elk soort zout gebruiken. Je kunt zout kopen bij de supermarkt, dat is prima. Het fijne van dit zout is dat het een hele volle smaak heeft. Het is niet alleen maar zout, maar het geeft heel veel meer smaken mee. En het natriumgehalte is ook wat lager, dus het is veel minder scherp. En ook ietsje gezonder in die zin. Met natte hand, omdat het deeg heel vochtig is, plakt het daardoor niet aan mijn hand die ook nat is. Ik zou ook bloem kunnen gebruiken, maar je moet wel heel veel bloem gebruiken. Met zo'n nat deeg, waardoor je deeg eigenlijk steeds droger wordt en dat is zonde. Nou, nu het zout een beetje verdeeld is, kan ik het gist er al bij doen. Kneed ik er doorheen en ik probeer op te letten dat het niet als een klontje komt. Die instantgist, die kan, als je niet voorzichtig bent, snel klontjes gaan vormen. Die gaan er dan eigenlijk niet meer uit later. Mijn hand weer nat. Wat ik niet probeer te doen is het deeg echt te kneden tot het mooi wordt. Maar wat ik wel wil doen, is dat het zout en het gist goed verspreid zijn. En je ziet al dat dit deeg, nadat het een tijdje gestaan had, een veel vastere vorm heeft dan het aan het begin had toen we het mengden. En dat komt door een proces, dat noemen Franse bakkers autolyse. Autolyse is een proces waarbij eigenlijk het meel zelf het werk doet, de enzym in het meel. Dus de enzymen zetten al zetmeel om in suikers. De enzymen zorgen ervoor dat er al gluten zich beginnen te vormen. Nou, nu heb je nog steeds een vrij plakkerig deeg. En elke Nederlandse bakker zou denken van, dat is geen deeg, dat moet nog veel en veel langer gekneed. Het leuke is als je dit gewoon zo in de koelkast zet, dat het morgenochtend al een veel vastere structuur heeft en zichzelf eigenlijk gekneed heeft. Ik gebruik daarvoor gewoon een bakje, die vet ik een beetje in. In de bakkerij gebruiken we een spuitblus, maar je kunt ook gewoon een beetje olie uit een flesje doen. En dat met een kwastje of met je hand verdelen. En ik leg het deeg erin. En dit bakje zetten we weg in de koelkast. Je laat het deeg de hele nacht in de koelkast staan. Dus als je het uit de koelkast haalt, dan kan het zijn dat het al een beetje ontwikkeld is. Dat de gist, ondanks de koude temperatuur, toch al een beetje actief is geworden. Misschien was je koelkast wat minder koud. Het kan zijn dat er nog helemaal niks gebeurd is. En dat is goed. Er hoeft niks te gebeuren. Voor het oog. Terwijl jij niks doet, zijn er enzymen in het meel actief, amylase. En die zijn bezig het zetmeel in suikers om te zetten. Waardoor de korst later heel knapperig wordt. Dus je hebt eigenlijk door die koude rijst aan het begin die enzymen een voorsprong gegeven. Vervolgens haal je het uit de koelkast en begint het gist zijn werk te doen. Als het wat warmer wordt het deeg en het gaat rijzen. Ook daar hoef je zelf niks bij te doen. Maar het gist is wel bezig die suikers weer te verteren. Omdat het suiker zo'n voorsprong heeft gehad, maakt het niks uit, er blijft nog steeds heel veel in zitten. Wat wel heel fijn is,
het gist laten deeg rijven. En terwijl het rijst, ontstaat die mooie luchtige structuur die je later wil bereiken. Ik ga nu het deeg vouwen, nadat het de hele nacht in de koelkast heeft gestaan. Het is nu een beetje papperig, als je het goed kan zien. Ik zooi er een beetje bloem op. Omdat het nog heel slap is, gebruik ik wat meer bloem op de werkbank. Ik gebruik een deegkrabber om het los te maken. En ik laat het op de werkbank vallen. En je ziet, het heeft totaal geen kracht nog. Nu ga ik het omslaan. Ik laat er geen bloem in zitten. Nog een keertje. Van alle kanten, dat telt als één vouw. Nu ga ik het nog een keertje doen, nog een keer omslaan. Je ziet, het wordt voor je ogen ineens een stuk steviger. Als je de deeg omslaat, doe je echt met een hele eenvoudige handeling ook hetzelfde als 10 minuten kneden. 10 minuten, een kwartier kneden. Je ziet het deeg voor je ogen sterker worden. Je ziet dat het niet meer plakkerig wordt. Je ziet dat het kracht heeft, dat het in plaats van een papje een mooi soepel deeg wordt. Dat kun je één keer doen, soms doe je twee keer. Ik doe het vaak twee keer, met nog een beetje tijd er tussendoor, waardoor het nog wat meer kracht krijgt, het deeg. Ik doe een beetje olie in de bak, pak het op en ik zet het erin terug. En wat je eigenlijk voor je ogen ziet gebeuren, is dezelfde glutenontwikkeling die je hebt als je 10 minuten, een kwartier intensief kneedt. Dus die gluten die worden ineens veel, veel, veel sterker. Terwijl je deeg eigenlijk bijna niet hoeft aan te raken. En het kan terug de koelkast in. Het gas wat ontstaat in het deeg, gist vormt suikers om tot gas, dat rekt de gluten in het deeg een beetje op. De gluten zijn de eiwitstructuren. En eigenlijk vanzelf, zonder dat je aan het kneden bent, worden die gluten al wat sterker doordat ze opgerekt worden. Dat lijkt heel erg op de kneedbeweging. Nou, het deeg heeft een tijdje gestaan en ik ga het nu nog een keertje vouwen om het nog wat sterker te maken. Ik heb het inmiddels uit de koelkast gehaald, zodat het zich wat meer kan ontwikkelen. De deeg, je ziet, het is nog steeds een stuk steviger dan het helemaal aan het begin was. Maar het is wat slapper geworden. Ik sla het nog één keertje om. Om het nog net wat meer kracht mee te geven voor het laatste stukje rijven. En ik voel dat het genoeg spanning is, dus ik ga niet doorvouwen. Dat vind ik voldoende. Als je het deeg wel nog een keer opnieuw zou proberen te vouwen, wat eigenlijk niet kan, dan scheurde de gluten juist weer. Dus dan wordt je deeg slapper in plaats van sterker. Het fijne van dat je het deeg niet gekneed hebt, behalve dat het veel minder werk is, is dat het veel meer zijn smaak behoudt. Hoe meer je een deeg kneedt, hoe meer je eigenlijk smaak verliest. Een deeg kneden, dat is een proces waarbij je gas uit de deeg duwt. Nou, dat gas, dat is een van de plekken waar de smaak in het deeg juist opgeslagen zit. En bij het bakken komt dat in het brood. Maar als je hard kneedt, dan duw je het uit deeg. Hetzelfde geldt voor vormen. Op het moment dat je een brood vormt, dan doe je eigenlijk altijd een klein beetje gas uit het deeg. En bij deze methode doe je dat totaal niet. Iets anders wat er in een deeg gebeurt als je het kneedt, is er vindt oxidatie plaats. Je slaat eigenlijk lucht door het deeg. En die oxidatie die zorgt ervoor dat mineralen en vitamines in je deeg oxideren, waardoor het smaak en voedingswaarde en kleur verliest. Je ziet het heel mooi als je ambachtelijk wit bloem hebt. Dat is niet helemaal wit, dat is een beetje beige van kleur met beta-carotene erin. Kneed je dat maar lang genoeg door, dan wordt het spierwit. Dat is wat meestal in een bakkerij gebeurt, waardoor brood eigenlijk bijna geen smaak meer overhoudt. Nou, in een industriële bakkerij worden er dan vervolgens allemaal hulpmiddelen toegevoegd om het toch weer smaak te geven. Bij dit deeg hoeft dat niet. De smaak van het meel die bewaar je juist, die ontwikkel je helemaal. Als het deeg heel mooi gerezen is, dat wil zeggen, het voelt heel luchtig aan, het voelt soepel aan, dan kun je het eigenlijk direct op een werkvlak omkieperen, uitstorten. En dan kun je met een deegschraper stukjes uitsteken. En die leg je direct op je ovenplaat. Want het kan zijn een bakplaat met een stukje ovenpapier op. Lekkerder is nog als je het op een ovenschieter legt en een steen in je oven doet. En dan vanaf die schieter de oven in doet. Dat kan soms wel makkelijker zijn met nog steeds wat bakpapier ertussen. Dat bakpapier dat doet eigenlijk niks in de oven als er een steen onder ligt. Die warmteoverdracht is net zo snel. En het zorgt ervoor dat je wat makkelijker wat meer baguettes of broodjes tegelijk van je ovenschieter in de oven kan doen.
Dit is het gedeelte van de band waar ik op ga bakken. Daar strooi ik nog een beetje semolina meel. Griesmeel van harde tarwe gebruiken wij. Maar je kunt eigenlijk elk soort griesmeel gebruiken. Dit is een beetje gelige kleur. Ik strooi flink wat bloem op het deeg en ik strooi flink wat bloem op wat ik nu als werkvlak gebruik. Dit zou thuis je aanrecht kunnen zijn. Omdat het zo'n nat deeg is, kan het snel gaan plakken. Dus het heeft wat meer bloem nodig dan andere degen. Strooi ik een beetje bloem op het deeg. Kijk, ik ga er een stukje van bakken met de schraper. Ik ga eerst een paar kleine broodjes maken. Ik pak ze, ik steek ze en ik haal het meteen los voordat het weer plakt. Met een snelle beweging en ik leg ze neer in de oven voor de oven. En je kunt ze eigenlijk elke vorm geven die je wilt. Kleine broodjes. En je kunt er ook baguettes van maken. Daarom heet het ook baguette à l'ancien. Door een wat groter stuk te pakken en een beetje de vorm van een baguette. En die leg ik ook neer op de schieter. En het komt niet heel precies. Je kunt eigenlijk echt elke vorm geven die je wilt. Als je maar snel werkt, waardoor het niet plakt. Een hele lange baguette kan ook. Of een paar korte baguettes. Omdat het vrij veel water bevat, is het niet een heel stevig deeg. Ik ga er een paar insnijden en een paar niet insnijden. Dat kan allebei. Ik gebruik echt een scheermesje, zoals je ze bij de kruidenier kan kopen. En die doe ik op een klein steeltje. Dat kan, wij hebben een speciaal steeltje daarvoor, maar dat kan ook de achterkant van een dunne theelepel zijn. Ik kan een paar broodjes insnijden, heel snel beweging, scherp. En het gaat vrij moeilijk bij dit deeg, maar het kan wel. Je kan deze ook zo doen met een kruisje erop, maar of het precies als een kruisje openkomt is maar de vraag. De rest snij ik niet in. En dit kan zo de oven in. Dan gaat de hele band de oven in. En terwijl ik het maar uittrek, rolt hij af. Een schieterband is een soort blancaar waar je de deeg oplegt. Die schuif je de oven in en dan trek je hem uit en dan rolt het deeg eigenlijk de oven in als het ware. Het valt, terwijl de blancaar de band afrolt, valt het in de oven op de vloer. Thuis heb ik een klein schietertje wat ik van triplex gemaakt heb met een beetje geschuurd randje. Dat het mooi glad afloopt. Wij bakken het in een steenoven in de bakkerij en ik heb ook wat meer deeg gemaakt zodat je dat kan zien. Thuis kun je dus op een ovensteen bakken, gewoon een straattegel kan het al zijn, die niet geglazuurd is, die je goed voorverwarmt. Of op een bakplaat. Op een bakplaat komt het wat minder op en het zal iets minder mooie open structuur hebben. Maar op een ovensteen kan je eigenlijk dezelfde structuur bereiken als in de bakkerij. Op het moment dat brood in de oven gaat, wil je eigenlijk ook wat stoom in de oven hebben. Die stoom die zorgt voor een hele directe warmteoverdracht, waardoor het brood echt omhoog schiet, samen met de steen op de vloer. En het zorgt voor een hele mooie korst. In het begin zorgt het ervoor dat de korst nog een beetje kan oprekken en niet meteen hard wordt, waardoor het brood meer kan rijzen. Later tijdens het bakken zorgt het ervoor dat die reactie in de korst tussen eiwitten en de suikers die zo goed aanwezig zijn in dit deeg, dat die kan plaatsvinden. Die heeft vocht nodig. Hitte, vocht, suiker en eiwit. En daarom is die stoom ook belangrijk. Nou, die korstvorming en die reactie gebeurt tijdens de eerste 10 minuten of een kwartiertje van het bakken. Daarna mag de oven droog worden. Dus als je thuis bakt kun je eventjes de deur open en dicht doen. Alle stoom is weg. In onze bakkerijoven is een klep die open gaat waardoor de stoom uit de bakkamer weg kan. Aan het begin kun je stoom maken thuis door een bakje een voorverwarmde een bakplaat in de oven te doen. Die bakplaat die verwarm je ook voor. En daar giet je kokend water op. Niet koud water, want je wil eigenlijk direct stoom hebben. En je wil ook direct dat het warm is. Je wil niet dat je oven afkoelt. Gebruik ovenhandschoenen. En kom niet te dichtbij, want die stoom is natuurlijk heel erg heet op het moment dat je dat doet. Dus zorg dat je wegkijkt. Je giet ongeveer een glas qua hoeveelheid in een bakplaatje in een thuisoven. Dat is ongeveer genoeg om die eerste 10 minuten stoom te houden. Dan heb je een oven die heel erg hard ventileert. Dan kan het goed zijn om die ventilatie zelf even uit te zetten aan het begin. En gewoon even te gebruik te maken van de warmte die al in de oven is. Waardoor niet al die stoom meteen weggeblazen wordt. Als je in een thuisoven bakt, dan wil je dat die steen echt heel goed heet is. Ik had vroeger een klein Moulinex oventje dat tot 220 graden kon. En daar legde ik de steen in en dat was goed genoeg. Ik heb nu thuis een oven die tot 300 graden kan en dat is nog beter. Dus gewoon zo warm als je oven kan worden, verwarm je voor. Nou, in mijn Moulinex oventje hield ik de temperatuur op 220 graden. In die oven die wat warmer kan worden, zet ik hem terug op het moment dat het brood in de oven ligt. En ik laat de temperatuur eigenlijk langzaam aflopen tot iets van 220 graden. Hoe dat precies gaat, hangt heel erg af van je oven. Dus je moet eigenlijk gewoon kijken. Je wilt dat het brood ongeveer 20-25 minuten in de oven kan blijven.
is het na 10 minuten donkerbruin, dan moet je dus wat, je oventemperatuur wat lager zetten. Heeft het nog helemaal geen kleur na 10 minuten, dan mag je misschien iets warmer. En die baktijd zelf is het belangrijkste. Dus je moet na ongeveer 25 minuten, 20 minuten een mooie korst hebben. En dan weet je dat je het goed doet. Dit zijn de broodjes uit de oven. Wat je ziet, dat insneden nog best goed gelukt is. Er is een best mooie grigno ontstaan bij sommigen. Je ziet, deze is bijvoorbeeld best wel mooi opengebarsten, andere niet. Het heeft er ook mee te maken dat omdat je het niet vormt, je wat minder kracht geeft. Normaal als je een brood vormt, dan zet je eigenlijk spanning op het deeg. En in de oven waar je het dan opensnijdt, dan barst het echt open. En die stap sta je over hierbij. Het voordeel daarvan is dat je de structuur van het deeg zelf van binnen eigenlijk nog veel minder manipuleert. Als je het vormt, dan maak je die een beetje kapot, een klein beetje. Dat gebeurt hierbij niet. Je houdt hele mooie grote gaten. Als ik er eentje ga aansnijden, dan zie je ook hoe open de structuur van binnen is. Onregelmatig open, je ziet een enorme luchtbel. Hier wat kleiner en aan de onderkant is het vaak net ietsje compacter. Dat heeft meer met het bakken te maken. Je ziet ook een mooie korst aan de onderkant, doordat het echt op de vloer gebakken is. En je ziet een beetje van de bloem waarop we het hebben uitgestoken. En het griesmeel waarop het gebakken is. De smaak is heel vol. Ik ga een klein plakje snijden. Als je dit proeft, dan heb je eigenlijk een hele licht zoetige, nootachtige smaak. Heel erg verslavend. Die bij brood waar alle lucht uitgedrukt is, soms weg is eigenlijk. Die je kwijtraakt. Ja, het smaakt echt heel lekker. Je proeft echt die volle smaak, de nootachtige smaak van het graan zelf. En die breng je zoveel mogelijk tot ontwikkeling. Je kunt ook bijvoorbeeld een dezenbrood maken. Dan proef je meer de dezencultuur. Je kunt een traditionele baguette maken. Dan proef je eigenlijk vooral de smaak van de gisting, van het rijzen. En je proeft veel minder de smaak van het graan zelf. Ik was begonnen met het woord baguette, baguette à l'ancien. Maar eigenlijk is dat meer het soort deeg wat je maakt. Dus het staat meer op de naam, op het deeg, dan dat het per se baguettes hoeven te zijn. Het gevoel in je handen, wanneer is het deeg goed? Hoeveel water gebruik je? Maak je het ietsje vochtiger? Dat maakt een enorm verschil. Hoe lang laat je het rijzen? Sta je het misschien nog een extra keertje om? Het zijn allemaal manieren waarop je kan bijsturen. En het belangrijkste van bakken is dat je plezier hebt in het bakken. En dat je leert smaken te creëren en te experimenteren. En het idee van het boek is, dit is een van de basisrecepten. Er zijn een aantal andere, de baguettes zoals we ze standaard maken in onze bakkerij zelf. Baguette tradition, ook deze broden. Het leuke is eigenlijk dat je vrij kan experimenteren. Dat je zelf kan sturen, kan voelen wat er in je deeg gebeurt. Dat je begrijpt wat je doet, dat je die recepten niet meer nodig hebt. Dus zo'n recept, ik zie dat als een uitgangspunt, als een beginpunt. Doordat je weet wat er in een deeg gebeurt, kan je het eigenlijk net zo maken als je het wil. En na een tijdje denk je, laat maar die recepten. Ik kijk wel even naar de foto en dan snap ik hoe het gemaakt is in een kookboek. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.